Doei. Yo allemaal, ik ben Tim Tigran. En ik ben Devin. We gaan jullie laten zien hoe je de tofste actiefoto's maakt. Je kijkt naar Seekers. This is make believe, but I continue to make peace. Hey, make no mistake, I was born and raised in the street. Naast YouTube-video's maken we natuurlijk ook super toffe foto's die je kan zien op onze Instagram. Inderdaad, en als je die nog niet gezien hebt, check even de linkjes hieronder, dan kan je ze allemaal bekijken. En wij willen jullie ook wat wijzer maken door te laten zien hoe we dat doen en hoe jullie dat kunnen doen. En dat gaan we nu laten zien. Het begint natuurlijk met een locatie. En we hebben vandaag deze uitgezocht die perfect past bij de foto's die we vandaag gaan maken. Is het nu licht en deze die kan in het donker wel aardig fotograferen, maar met sport wordt het al snel moeilijk hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar de telefoons die hebben natuurlijk nog meer moeite met donker. Dus we hebben een voordeel dat het licht is en we gaan gewoon mooie plaatjes schieten ermee. Nice. Devin die staat nu boven en zoals je goed ziet... Het springt toch niet, hè? Nee hoor, we maken een fotootje, mevrouw. Okay. Zoals je ziet, als ik nu naar boven kijk, vallen Devin zijn voeten weg. Dus mijn taak is het om Devin zijn voeten niet weg te laten vallen in dat brugdeel. Dus gaan we proberen. En ik begin met de Canon. Devin die staat hier helemaal boven op de brug en dat is natuurlijk een super toffe locatie om een foto te maken. Want we hebben onze atleet Devin en we hebben ook nog eens een mooie plek. Dus dat verdient sowieso al een blauw duimpje omhoog. Toch Devin? Ja, sowieso. Om hier zo die sprong te doen was eigenlijk best wel eng, omdat ik maar een klein stukje platform heb. Omhoog te springen, maar het geeft natuurlijk wel de nodige actie voor de foto. En dat maakt het toch net iets extra. Ik ga nu met de telefoon schieten, kijken wat dat op gaat leveren. Ik merk dus gelijk al dat deze hoek een stuk minder breed is. 3, 2, 1. Ik heb wel gelijk al een goeie, dus dat is mooi. En we gaan voor de andere hoek. Devin. Je kan weer naar beneden komen. Dat stuk daar zo afklimmen en erop klimmen was best wel eng. Je had echt zo'n klein blokje wat je beet kon houden. En dat was eigenlijk alles waar je aan vasthield. We gaan over naar de jouw foto's. Ik heb nu een mooi plekje gevonden waar Tim kan gaan staan of een salto kan gaan doen om een foto te maken. Dat is namelijk hier zo op dit randje. Tim die staat dus alvast op het randje. En nu gaan we door naar het shot. Hallo. Hoi. We zijn foto's aan het maken. We zijn inderdaad foto's aan het maken. Ja. En ik had net zeg maar eventjes daar bovenop gestaan om voor een shot. En nou waren ze bang die aan eraf gespringen. Okay. Maar er waren hier net een paar mensen inderdaad. Maar die hebben we gewoon gesproken en die waren eigenlijk van ja, is wel prima zo. Ja. Maar ik snap het wel, we zullen niet meer erop gaan. We hebben nu één foto gemaakt en dan weet dat in ieder geval. En fijne dag nog. Doei. De politie dus die inderdaad voor ons kwam. Ik had niet verwacht dat ze voor ons zouden komen. Maar, nee. Maar wat er is gebeurd is dat mensen hebben dus gebeld. Waarschijnlijk de automobilisten van de brug hierachter. Oh, dat zou wel kunnen, ja. Ja, want ze waren bang dat dat ik eraf zou gaan springen. Maar dat is niet gebeurd, ze hebben ons even gewaarschuwd. En nu gaan we gewoon verder met de video, toch? Ja, verder met de iPhone shots. iPhone shots, inderdaad. Dat is wel apart. Okay, jullie zien nu de foto in beeld. Ik weet niet hoe dit is gebeurd, Tim. Maar hij heeft echt zijn schaduw meegenomen in de foto. Soms moet je gewoon vaak een foto opnieuw maken om het beste resultaat te krijgen. We hebben hem voor de telefoon. Devin, je hebt net een super sick foto gemaakt. Ik sta even achter een muurtje, want anders dan hoor je de wind. Maar fuck die bel weer, man. Die brug die gaat de hele tijd open.
En dan hoor je dus een half uur lang zo'n bel. Maar goed, als ik een beetje hard praat en de bel niet te irritant is voor jullie, dit wordt de volgende fotospot. Hier ga ik een foto maken van Devin. Gezocht. Devin die staat daar nu boven. Lijkt me wel een tof plaatje. Misschien maakt hij nog een sprong of zo. Er ging precies een flare door Devin's hoofd. Dus we gaan hem nog één keertje doen. We hebben twee foto's van Devin en die vind ik wel aardig geslaagd. Dus ik ben er op zich tevreden mee. Ik kan natuurlijk altijd nog veel meer ermee doen. Uiteraard. Maar nu gaan we naar de laatste foto. En ondanks dat de politie zei dat we niet hierop konden staan, omdat er werd gebeld dat ze bang waren dat iemand sprong, ja, gaat Tim nog even één keer snel op de brug. Gaat vanaf de andere hoek een foto maken. Denk jij nou dat deze plek je bekend voorkomt? Dat zou wel kunnen kloppen. Ja, want op Instagram hebben we namelijk foto's geplaatst van deze plek die Danielle heeft geschoten. En dat was in het donker. Maar ja, met een lange sluitertijd hebben we die geschoten met allemaal lichten. Wil je nou weten hoe dat werkt? Laat het dan even weten in de comment. En dan kunnen we dat misschien de volgende keer laten zien. Devin heeft zijn foto's. Ik ga snel naar beneden klimmen. En ik ben benieuwd wat hij gemaakt heeft. Ook al hebben we een hele hoop foto's geschoten, er zijn er sowieso een paar die er super goed zijn uitgekomen. En zo gaat het nou eenmaal. En dat is het zeker waard. Meestal bewerken wij nog een heleboel aan de foto's. Dat kan bijvoorbeeld met... met Lightroom of Photoshop op je computer. Maar het kan tegenwoordig ook gewoon op je telefoon zelf, met een paar appjes. Ik gebruik meestal Snapseed, dat is een gratis app. En soms gebruik ik ook Enlight. Wij hopen dat je hiervan geleerd hebt. En vind je het nou leuk, wil je er meer van zien? Laat het even weten in de reacties. Ja, en voor nu even duimpjes omhoog. Abonneren en zien jullie de volgende keer weer. Yes, laters! Woe.